We zijn dus in Almere. En Almere is, na alle steden die we bezocht hebben, wel een hele bijzondere stad. Want het is namelijk een nieuwe stad. Dus Almere is vanuit de polderklei opgetrokken. Ja, nu is het een nieuwe stad en gaan wij dus kijken hoe dat eruit ziet. Het is wel vrij curieus dat deze wijk de realiteit heet. Hè? Ja, maar je zou het ziet er allemaal uit alsof het door een krankzinnige ontworpen is, toch? Nou, nee, ik vind het wel leuk. Ja, nee, daarom. Dat heb je vaak bij krankzinnigen. Ja, dat is waar. Hier zijn de Van Rossums, vandaag in Almere. De jongste stad van het land is ruim 40 jaar geleden ontstaan vanaf de tekentafel. Hier geen middeleeuwse geveltjes, gotische kerken of sporen van historische figuren. De grond waarop Almere verrijst is immers pas in de jaren 60 van de vorige eeuw drooggelegd. Toch is Almere een plaats met een boeiend verhaal. De stad kent vele gezichten door de verschillende stadskernen die telkens volgens de toen in zwang zijnde opvattingen zijn gebouwd. Van de gelijkvormigheid en functionaliteit in de woningbouw van de jaren 70 tot het exclusieve wonen van de jaren 90. Tot op de dag van vandaag wordt gebouwd aan Almere en de stad is nog lang niet af. De ontdekking van Almere start in huis Polderblik, in de experimentele woonwijk De Realiteit. Precies voorop. Ik voorop? Ja. God, ik schaam me dood. Want dan kunnen wij het tempo aanhouden. Kijk, nu heeft ze ook de neiging om onnatuurlijk snel omhoog te gaan. Snel, hoor. Ja. En dan vlot, ben je. Vlot. Je moet ik hoop dat mijn fysio kijkt. Ja, dat is. Dan kan ze zien wat het resultaat is van haar inspanningen. Samen stijgen. Ah, zonder hijgen. Zonder hoesten. Moet jullie nog zien. Had je wat, Sis? Nou, een leuk huisje, man. En een fantastisch uitzicht. Erg mooi. Goed, jongens. We gaan even uitleggen hoe de geschiedenis van Almere in elkaar zit. Dat doen we in het huis van Teun Koolhaas. Teun was namelijk vanaf het begin, vanaf 1971... was hij stedenbouwkundige bij het projectbureau Almere. En het begin is eigenlijk wel de Zuiderzeewet van 1918. Maar toen was dat hele project, dat was nog een agrarisch project. Dus dat ging eigenlijk alleen maar over landbouw en boeren en landarbeiders. Pas na de oorlog komt er een nieuw idee. En dat is dit probleem, dat is de Nederlandse ruimtelijke ordening. Dat ze namelijk, ze gaan zich enorme zorgen maken over de Randstad. En ze zijn heel bang dat die Randstad één grote klont zal worden. Dus Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Amsterdam, Utrecht. Hè. En dat het middengebied, wat toen nog betrekkelijk groen en leeg was, dat dat volgebouwd zou worden. Ja. Dat moest niet gebeuren. Ja. Vervolgens is de vraag, hoe moet dat eigenlijk? Want ze hadden nog nooit een nieuwe stad gebouwd. Toen zijn ze op het idee gekomen van, we gaan een meerkernige stad bouwen. Wat er op neerkomt, dat je eigenlijk telkens een woonwijk bouwt. Ze zijn begonnen met Almere Haven. Dat is dus het oudste wijkje. Daar zullen we ook gaan kijken hoe dat eruit ziet. Dat, ik vind dat zelf ontzettend leuk. Dit is stad. Dat is het tweede deel, waar het station van de spoorwegen is. En dit is Almere Buiten. Dat is dus de derde wijk. Ze zijn allemaal heel karakteristiek voor hun tijd waarin ze gebouwd zijn. Elk decennium een wijkje. Precies, elke keer anders. En het grappige is ook dat ze dus in het begin gewoon echt niet wisten hoe groot die stad zou worden. Dus het was in feite was Almere dus een stedenbouwkundig project met een open einde. Ze zijn nog steeds bezig. Hè. Ze zijn nu dus, volgens mij is dit Almere Poort. Ja, het heeft nu 205.000 inwoners en de bedoeling is naar de 350. Ja, ze willen graag dat het groot wordt. En het zal ook wel lukken, denk ik. Want ja, het is nu al een van de 10 grootste steden van Nederland. Hier is een foto van een lijnbus, zoals dat geloof ik heet. Hè? En een mooie oude bus tussen twee haakjes. En dat is wel leuk om te vermelden dat toen
Almere dus op de tekentafel kwam aan het begin van de jaren 70. Een jaar later krijgen we het eerste grote milieualarm in de hele wereld, namelijk de Club van Rome. Ja. Jullie weten het nog, het zou nooit meer worden zoals het geweest was. Hongersnood op korte termijn. Nou ja, het was echt dramatisch. En toen heeft dat projectbureau, die ontwerpers, die hebben gezegd, ja, dan moeten we dus toch niet vol inzetten op de particuliere auto, het eigen autootje. Hè? Maar er moet goed openbaar vervoer komen. Nou, wat hebben ze toen bedacht? Een systeem van vrije busbanen. Het bestaat nog steeds. Het functioneert hartstikke goed. Want het is dus een betrouwbare dienstregeling. Hè? Want je hebt geen ander verkeer op die busbanen. Hij heeft helemaal een eigen route. Dat is hartstikke leuk. Ja, dat is... Maar je moet er natuurlijk wel bij vertellen dat alle Almeerders toch een eigen autootje hebben. Je weet hoe het gaat, jongens. Ja. Als het puntje bij paaltje komt, hebben de mensen liever een eigen auto... Ja. dan dat ze met het openbaar vervoer reizen. Ja. Jongens, we gaan nu naar Almere stad of centrum, wat het ook is. En omdat dat zo ver weg is, jullie hebben al gemerkt, het is uitgestrekt. Ja. Gaan wij dat met een automobiel doen? Oh ja? Aanstellerig ding. Ik vind het net een sardineblikje op wielen. Dat is het eigenlijk ook. Ja. Via de bil. Ja, eerst de bil erin. Je schuift de kont erin. Ja, maar oeh. Moet nog voorgloeien. Nou, dat is echt uit de oude doos, zeg. Maar god, wat een gedoe. Ah. Ja, kunnen we? Je weet, je mag het niet zeggen, maar dit was de lievelingsauto van Osama Bin Laden. Hij had er wel 6 of 7 of zo. Je bent meteen in het buitengebied. Nou, heel Almere is buitengebied. Ah. Hallo? Oh, sorry jongens, maar ik had dat niet gezien. Bij het bouwen van de wijk Nobelhorst vinden archeologen sporen van jagers en verzamelaars die hier 9000 jaar voor Christus moeten hebben geleefd. De nieuwe stad past de oude overblijfselen in door het verleden te reconstrueren en onderdeel te maken van de publieke ruimte. Hier moeten we in. Ah, is dit het? Oh, is die zogenaamde hut? Oh, daar hebben ze vast een wc. Oh, we kunnen in de hut. Ja, daar is schaduw. Kijk eens even, hé. Wat leuk. Wij bevinden ons in een mesolithische woning. Ja. Ook Almere heeft een verleden. Ja. Ze hebben dit komische hutje gebouwd. Nou, ik vind het een heerlijk hutje. Ja, het is op is dit cool, moment... Man. Of, ja. Kijk, ze hebben bamboe geplaatst. Als het zou stortregenen is het toch een stuk minder, ja, natuurlijk. Maar, het is... maar je begrijpt de bedoeling. Juist. He? Dit waren jagers-verzamelaars die tijdelijk even aan zo'n rivier overwoonden. Ze joegen en ze verzamelden wat en dan trokken ze in principe verder. Misschien dat ze ook wel een beetje aan primitieve landbouw hebben gedaan. En daarom is dit een hele geëigende plaats om even het verleden van Almere door te nemen. En daarbij begin ik 9000 voor Christus, dus zeg maar 11.000 jaar geleden ongeveer. Er zijn bewoningssporen uit die tijd. Dit is zo'n beetje Flevoland hier. Kijk, hier zie je de rivier de Eem. Die liep hier, een oude rivier. En dit was droog land. Want dat is natuurlijk het interessante. 9000 jaar voor Christus stond de zeespiegel ongeveer 40 meter lager dan die nu staat. Eerst kwamen er meren op die plek van het IJsselmeer. En toen was het één groot meer geworden. En tenslotte in de 12e en de 13e eeuw breekt de zee door. En dan wordt eigenlijk dat IJsselmeer, Almere, het alomvattende meer... wordt de Zuiderzee. En dan omdat het de Zuiderzee wordt, in de 12e en de 13e eeuw... vanaf dat moment zijn er scheepswrakken. Het ligt hier vol met scheepswrakken. En vervolgens krijgen we nog de Tweede Wereldoorlog. Er liggen nog tal van wrakken van geallieerde bommenwerpers... die aangeschoten waren door de Duitsers. Hoopten dat ze Engeland zouden halen... en dan boven de Zuiderzee naar beneden storten. He, maar je ziet dus dat er een heel complex verleden is, mits je in de grond kijkt. Waar gaan we nu naartoe, jongens? De kathedraal. De kathedraal? Ik dacht het, ja. Oh, dan moet ik mijn verhaal houden. Dan kunnen we niet naar de wc. Dat is jammer. Almere compenseert het ontbreken van historische bouwwerken met nieuwe monumenten. Zoals het kasteel Almere, waarvan de bouw in 2002...
helaas is gestopt vanwege acute financiële perikelen. Het lijkt nu te verworden tot een hedendaagse ruïne. En dan is er nog de Almeerse kathedraal. In de volksmond de Groene Kathedraal. Sis staat al een tijdje klaar voor haar verhaal over dit voorbeeld van landschapskunst. Ja, jongens, dan moet je me zeggen dat je wil beginnen, ja, hoor. Dat we zijn is geen simpel. Kleuterleiders. We staan hier nu 5 minuten te ik wachten. Ik zeg ook altijd dat nee, ik wil beginnen. Zo kinderachtig. Ach, je doet het erom. Je gaat hier gewoon opzettelijk staan te wachten. En natuurlijk komen we dan te laat. Ik ben geen kinderjuffrouw. We hoeven niet boos te worden, maar feit is dat wij niets gehoord hebben. Ja, sorry, we zijn even in gesprek. Nou raak ik dus ook geïrriteerd, want het is bullshit. Het is niet gezegd, ik ben niet geroepen. Ik stond daar gewoon te leuterkonten, dat is waar. Maar ik ben niet gealarmeerd. Zullen we maar beginnen? Dit heet het Gotisch Groeiproject. Het heeft de afmetingen van de kathedraal van Reims. Je kan dus zien vanuit de lucht dat het de vorm heeft van de kathedraal. En dat is nou weer typisch en leuk, vind ik. De mensen in Almere, hoezo gotisch groeiproject, wat een flauwekul. Wij noemen dit gewoon de Groene Kathedraal. Het beste om dit geheel te bekijken is natuurlijk vanuit de lucht. Dus dat gaan we dus nu doen door middel van een drone. Je lijkt op een alien. Ja, dat wel. Daar gaat hij. Doei! Je zal toch zoiets in je slaapkamer krijgen, s'nachts, zeg. Nou, je hebt muggen die er aardig op lijken. Ja, wou ik net zeggen. Ik zou me de kleren schrikken en meteen verhuizen. Mogen we nu op dat schermpje kijken? Dat is mooi, toch? Je ziet dat die veel meer vorm krijgt. Ja, en degene die dat bedacht heeft, dat is Boezem. Dat was een landart, of is een landart, want hij leeft nog, kunstenaar. Goed, wat is nou landart? Dat is namelijk, je bedenkt een idee, maar dat is van tijdelijke aard. Omdat heel veel kunstenaars meer dan genoeg hadden van die hele kunsthandel. Dus ze hadden bedacht, we maken tijdelijke kunst. Vanuit die hoek moet je dit project zien. Hij heeft daar 178 Italiaanse populieren voor genomen. Ook niet zomaar. En die Italiaanse populieren, dat wist hij natuurlijk, die sterven af na 30 jaar. Dus eigenlijk is dit aan het sterven, zou je kunnen zeggen. En daarom zullen we straks nog zijn tweede project gaan bekijken. Daar heeft hij precies dezelfde vorm, met dezelfde afmetingen, heeft hij uitgespaard in een soort bossage. Ja, dus een lege ruimte met dezelfde afmetingen als dit, alleen niet met bomen. Ja, kijk, maar de uitsparing. Oh ja. Zie? Het is precies even groot qua afmeting als dit ding. Ja. Maar is nu de bedoeling dat dit allemaal, want dit zult, gaat nu snel afsterven. Ja. En dat het dan allemaal kale bomen nog een tijdje zijn en dan vallen ze om. Ja, en dan is het afgelopen. Maar dan heb je, dus dat is ook echt zijn bedoeling geweest, dan heb je dus de uitsparing. Dus het is eigenlijk bijna historisch, zou je kunnen zeggen. En dit is dan weg, maar de herinnering is er in de lege vorm. Ja, mooi hoor. Mooi. Ja. Het lijkt me zo gek als je hier woont. Ja, dat en je lijkt wil eens op bezoek bij mensen die in zo'n ander wijkje wonen. Ja, ben dan ben je de hele dag bezig. Dan moet je dus dit. Ja, ben je de hele dag bezig. Je moet met de fiets gaan. Je kunt nooit een glaasje drinken, want je kunt natuurlijk je moet altijd met de auto. Hop. Tussengas. Oh, dit zijn rode appartementen. De zogenaamde Rode Donders. Ja, de Rode Donders. Lisbeth van der Pol. Oh, een vrouw? Ja. Hoe oud is ze? Nou, ja, die zal, god, ja, hooguit een paar jaar jonger dan ik zijn. Ah, ze is oud. Ze is gewoon oud. Oud? Ja, ze is oud, ja. De Rode Donders maken onderdeel uit van de zogenoemde regenboogbuurt. 4 decennia van bouwen in Almere weerspiegelen 4 decennia... van verschillende inzichten in het ontwerpen van woonwijken en huizen. De regenboogbuurt is een voorbeeld uit de jaren 90. Ja, ze hebben hier een leuk uitzicht. Ik vind kutwoninkjes. Ja, maar aan de rand woont dus hele kleine woninkjes. Ja. Zie je hoe smal ze zijn? Ja, dat zijn waardeloze huisjes. Ja, ik vind het wel leuk, hoor. Straks hebben jullie natuurlijk wel vanuit onze automobiel gezien
dat wij langs drie grote rode woontorens reden. En die geven eigenlijk aan de buitenkant van de wijk al aan wat het thema van de wijk is, namelijk kleur. Daarom heet het ook de Regenboogwijk. Deze appartementen, of deze woningen hier, dat zo te zien tamelijk luxe woningen zijn, die zijn van dezelfde architect. Die rode torens zijn van Lisbeth van der Pol. En deze zijn ook van haar. Het is natuurlijk wel een aardige hof met een grote vijver, zoals jullie zien. Ja. Daaromheen zien jullie dat die huisjes kleurtjes hebben. Ja. Weer dus de Regenboogwijk, alles heeft die kleurtjes. Nou, ik vind dat wel aardig hoog. He? De buurt is uit de jaren 90. Begin jaren 90 is het volgens mij gebouwd. Het is natuurlijk ook weer het bekende verhaal, dat gedoe met die kleurtjes. De eentonigheid van de woningbouw uit de jaren 50 en 60. Waar alle architecten genoeg van hadden. Maar ja, wat moet je dan? Hè? En dan is kleur is natuurlijk een betrekkelijk goedkoop middel. Ja. Om een beetje variatie aan te brengen. Want als je dat met architectonische middelen doet, loopt dat al gauw in de papieren. Dus het is gewoon met kleur gedaan. En kleurenbol die is tamelijk dwingend. Ja. Dus ze gaan nu ook stemmen op in de wijk. Van dat ze die kleuren zat zijn en dat ze wel eens wat anders willen. En er is natuurlijk een partij van de zuiver of zuiver in de leer mensen. Die van nee, het is een kunstwerk en het moet precies blijven zoals het was. Ja, het is natuurlijk de vraag, als iedereen het naar eigen believen gaat beschilderen, dan wordt het een bende. Dan wordt het één grote klerenzooi. Ja, dus hier, met name in deze wijk, zie je zo'n beetje het resultaat van het streven om massawoningbouw leuk te maken. Massawoningbouw komt in Almere in verschillende gedaantes terug. De muziek- en filmwijk, de stripheldenbuurt en het Homeriskwartier, dat bekend staat als de grootste zelfbouwwijk van Nederland. Maar het begon allemaal in de jaren 70 met Almere Haven, de eerste woonwijk van de nieuwe stad. Nou, dit is Almere Haven, jongens. Jij herkent het meteen, hè? Die huisjes. Ja, de huisjes. Jaren 70 huisjes. Ja. Vooral jonge gezinnen nemen eind jaren 70 hun intrek in de net opgeleverde huizen van Almere Haven. Planologen hebben geleerd van de Bijlmermeer. En dus hier geen hoogbouw. De grachtjes doen zelfs oud-Amsterdams aan. We zijn hier na een heel gezellig wandelingetje door het oude centrum van Almere Haven. Het oudste gedeelte van Almere. En ik moet zeggen, het is een best gezellig winkelcentrumpje eigenlijk. En dat niet alleen, en dat is eigenlijk een introductie op wat ik ga vertellen. We werden door allerlei lui aangesproken, bejaarden met Amsterdamse tongval. Eigenlijk is Almere een suburb van Amsterdam. En die allereerste Amsterdammers kwamen hier terecht. En ze konden hier goedkoper wonen en ze konden hier ruimer wonen. Al waren het dan allemaal sociale woningen, heb ik net van Vincent gehoord. Het was beter dan in Amsterdam. Het probleem was natuurlijk, hun ziel lag nog in Amsterdam. Hun identiteit werd ontleend aan Amsterdam. Almere zelf had natuurlijk niet veel identiteit. Er was ook allerlei kritiek op de stad, naarmate die zich ontwikkelde. Namelijk dat het een hele sociale, een heel gebrekkige sociale integratie had. Men zei ook, ja, die Amsterdammers zijn deels de problemen van de oude wijken in Amsterdam ontvlucht door hier te gaan wonen. En toen verschenen hier ook in de jaren 70 en 80 grote hoeveelheden mensen, ik druk mij uit zoals je je tegenwoordig uit moet drukken, met een migrantenachtergrond. Dat verklaart misschien waarom aanvankelijk de PVV hier de grootste partij was. Oh, Almere. Maar is dat nog zo? Een hele goede vraag, want het is niet meer zo. Ah, ja, dat bedoel dus ik. Dus daar zie je aan dat Almere zich eigenlijk in vrij positieve zin ontwikkeld. Prima. Want de grootste partij, zei je misschien even te verbazen, is nu de VVD. Ja. De tweede partij, nog veel zonderlinger, is de PvdA, die helemaal in de rest van het land niets, praktisch niets van over is gebleven. Maar hier is de tweede partij. En de PVV is ondertussen na verlies de derde partij geworden. Mooi zo. En misschien zijn ook al die verwijten naar Almere, dat het eigenlijk een hele suffe suburb was met allemaal PVV-stemmers, wel onterecht. Omdat het natuurlijk, een nieuwe stad kan niet bieden wat een oude stad kan bieden. Het groeit. En nu zijn we natuurlijk, hè, de eerste woning was van 76, als ik het wel heb. Ja. We zijn nu ruim 40 jaar verder.
En je ziet eigenlijk toch dat het een echte stad begint te worden. Nou gaan we even aan, wat ik nou toch wel weer leuk vind, terwijl ik hier zit te luisteren en te kijken, zijn toch die twee, zij, ja, ja, moderne torens, poorten. Is, die torens zijn best leuk, poorten, maar ik heb daar nog een opmerking bij. We staan hier in Almere Haven. In principe heb je hier een aardig panoramisch uitzicht. En nu heeft het Almere behaagd, ik weet ook niet wie het besloten heeft, om midden in dat uitzicht een afschuwelijke, lelijke, kloterige woontoren te bouwen, waardoor het uitzicht naar de smalle moer is geholpen. En daar links staat nog een gebouw, waarschijnlijk een crematorium. Dat is toch achterlijk? Ja, misdadig. Mag ik oproepen tot afbraak van deze bouwsels? Bij het ontwerpen van Almere is veel ruimte toebedeeld aan het zogenoemde groen. Tussen de stadskernen bevinden zich weidse open plekken. Kijk hoe ruim dit allemaal opgezet is. Ja, dat kostte dus niks, hè? Kijk, dit was allemaal grond die dus van de overheid was. Ja. Als je dat van een boer moet kopen, doe je dat niet, hè? Nee, want die vragen flink geld. Ja. Binnen de stadskernen is ook gedacht aan de groenvoorziening. Zoals het Beatrixpark in Almere Stad, waar ook nog een intrigerend kunstwerk is geplaatst. Is het dat gekke ding wat we daar zien, dat wc'tje? Ik zal het zo vertellen. Oh. Heren, wij staan inmiddels in het Beatrixpark te Almere. Kijk. En wij kijken naar dit object. Ik ga het even een object noemen. En ik ga even een kleine korte inleiding, want we staan in de brandende zon, over het probleem van Almere. Almere is, zoals we vandaag al diverse malen hebben gezien, een nieuwe stad. En het grote probleem natuurlijk is met zo'n nieuwe stad, ze hebben geen monumenten. En de monumenten zijn eigenlijk de nieuwe architectuur die we gezien hebben. Daar zit een historisch lijntje in. Maar ja, die gemeente Almere is natuurlijk ook niet achterlijk. Die zegt, ja, we hebben eigenlijk helemaal geen monumenten. Wat gaan we nou doen? We moeten dan maar aan een aantal kunstenaars een opdracht gaan geven. En dat die voor een soort beelden zorgen in de stad. Het is van ene Piotr Muller. Dan zou je zeggen, wat een exotische naam. Maar die jongen is gewoon in Amsterdam geboren. Okay. Alleen hij had... Het is dus wel een Nederlands monument. Zwaar communistische ouders, dus vandaar dat Piotr. Maar het was gewoon een Nederlands jongen en zijn vader was steenhouwer. Goed, in ieder geval, het heet Nimes. En ik dacht, nou, dat is interessant, zegt Nimes. Dus ik denk, van wat zou toch Nimes zijn? He, vast iets klassicistisch of zo. Nimes is de naam van een betonfabriek. Oké. Okay. Oh. Nou, ik vind... Maar, dan ga je toch ook denken, waarom in godsnaam heeft die Piotr nou de naam van een betonfabriek? Nou, gaan we naar het materiaal van dit ding. Ja, dat is beton, ja. Dat is dus granito. Dat zijn dus natuursteentjes, maar vermengd met beton. En daar zijn we nu bij die betonhandel, die betonfabriek. Oh, dit is een granito-monument. En nu gaan we natuurlijk naar de betekenis als er al een betekenis is. Hij zegt, ik zie het als mijn paradijs. Niet het paradijs, maar mijn paradijs. Dit is de poort naar zijn paradijs. Precies. Ik vind het eigenlijk iets tragicomisch hebben dat je dus deze monumenten laat maken. Waarom zou je dat doen? Ja, ik ben het helemaal met je eens, Maarten. Dat is een heel ander nieuw probleem. Dan zou ik wel wat andere ideeën hebben dan zo'n raar kunstmatig poortje. Dat is natuurlijk ook een van de aspecten van Almere, van een nieuwe stad, om het even af te ronden. Is dat ze toch proberen om een soort monumenten te plaatsen. Ja, maar ik zie dit als een signaal van een minderwaardigheidscomplex. Nee, ja, dus in een nieuwe stad moet je niet al die oude troep weer uit de doos halen. Precies. Probeer iets leuks te verzinnen. Net als dat hele idee dat je dus een centrum moet maken. Ja, precies hetzelfde. Hè? Precies in het centrum van een echte stad staat namelijk een kathedraal op een marktplein. Ja. Waar niks tegenop kan. Tijd voor de Van Rossums om het stadshart te bezoeken. Aan het marktplein in Almere Centrum staat dan weliswaar geen kathedraal, maar wel een gloednieuwe bibliotheek en een stadhuis dat is ontworpen door Kees Dam. Ja, dit is wel hele droevige architectuur. Ja. Is dit een stadhuis? Wat een klote stadhuis, zeg. Wat een fantasieloos klerending. Dat vind ik ook. Okay. Wat een dode wand. Ja. Hey, die man heeft daar zeker weer een prijs voor gekregen. Vast. Naar links, naar links. Naar links, daar is de bibliotheek. Links? Oh, we moeten de bibliotheek in. Ja, links. Afbuigen. Ah, de bibliotheek. Hele mooie ruimte, jongens. Deze bibliotheek is eigenlijk
de voltooiing van het stadshart, om het zo maar te zeggen. En terecht dat een bibliotheek de voltooiing van het stadshart is. Waarom was ik wel gesteld op die bibliotheek? Omdat ik hier ooit een lezing heb gehouden. Oh. Ik denk vrij kort na de opening van de bibliotheek, want ik was onder de indruk van de ruimte, de nieuwheid, het feit dat er geld besteed is aan een bibliotheek. Ik weet nog dat ik zei, van, hoe is het gods mogelijk dat jullie zo'n prachtige nieuwe bibliotheek hebben gekregen? Voor mensen die niet lezen. Nee, toen zei ze, ja, dat was net op het moment dat de bezuiniging op het bibliotheekwezen begonnen. Maar ze hadden net het voldoende krediet gekregen om dat ding hier... Kijk nou, hier, het is indrukwekkend, ja, toch? Ja, het is mooi ruim, ja. Ik moet zeggen, ik vind het indrukwekkend. Ik denk natuurlijk altijd als Nederlander, wat een verloren ruimte, hè? Nee. Met zo'n vide. Oh ja, dat op is zich het is het mooi natuurlijk dat je zo'n publieke functie, ja, ook een beetje allure geeft. Ja. Dat het niet te armoedig is. Nee, dat vind ik ook. Vandaar ook, sorry dat ik dat even in deze enorme, prachtige bibliotheek moet zeggen, dat die bezuiniging op die kleine bibliotheek op het platteland, dat is schande. Misdadig. Dat is misdadig. Dat is het woord. Dat is misdadig. Je haalt de mogelijkheid van een cultureel, ja, punt, haal je uit zo'n dorp weg. Ja, dat is wel eens. Allerlei mensen vinden het fijn om daar even heen te gaan, een krantje te lezen, elkaar te spreken, een boek te lezen. Nou, kopje kan koffie. Van alles en nog wat zijn. Dat is een van die typische afbraakpunten van de Nederlandse overheid. Ja. Hè? Dit kon dus nog net, is net op het nippertje, is dit mogelijk gemaakt. Ik was er van onder de indruk, want ik ging natuurlijk met de bekende vooroordelen naar Almere. Ja, ja, ja. En een ongelukkige plaats waar feitelijk alleen analfabeten wonen. Dus ik was enorm, ik voelde me enorm gefetteerd in deze luxueuze ruimte. In de bibliotheek heeft Maarten gezegd dat het de afsluiting was van het nieuwe stadshart. Dat klopt ook. Maar het oude stadshart is dus die kant op. Aha. Daar hoort ook dat stadhuis bij, wat Maarten zo mooi vindt. Ja. Het stadhuis is uit 89 opgeleverd. Aha. Dus dat is echt oud al. Ik vind het wel een beetje een Eudeplein. Ik vind dit is natuurlijk een flinke ruimte hier, die midden in de stad. En nou vind ik het wel wordt zo te zien? Nee, ik vind, ja, qua winkels daar. Ja. Maar je moet er toch niet aan denken, waar is jongens. Waar is de mooie fontein met prachtige, ja, een fontein, beelden? Een klaterend geluid. Ja. Veel meer bloemen, ja, bomen. Ja, ja, weet jij één voorbeeld van een Nederlandse fontein die niet lachwekkend is? Dat is een aardige vraag, ja. Eén nog verzet even over vraag, die architectuur, hè? Ja. Ja. Doe eens even een jaartal. Jaren 70, hè? Ja, hè? Ja, en dat waren de jaren dat de volkswoningbouw op zijn alleraarmoedigst werd gemaakt. Ja, dat kun je, ja, het is zien. Toch ook wel een trieste gevel. Het ziet er wel buitengewoon lullig uit. Ja, ja, zeg dat wel. Hele goedkope bakstenen. En achter onze rug, ja, die heuvel. Is dus die heuvel. En ja, dat is een heel wonderbaarlijk iets. Dat is ontworpen door onze wereldberoemde Rem Koolhaas. Ja. Dus de neef van Teun Koolhaas. Ja. Dat is een hele wonderlijke constructie. Namelijk een parkeergarage. Ja. Van, ik meen, wel drie lagen. Dit is een soort berg maakt, dat zie je ook, ja, loopt, ja, op. Ja. Daarop zit een laag winkels, ja, en daar weer bovenop zit een laag woningen. Weten wij dat? Hoe die heuvel ontstaan is? Is dat aangelegd? Nee, dit is ontworpen. Dat is ontworpen? En gebouwd. Die heuvel? Ja, ja, het is één groot kunstwerk. Kunstwerk? Ja. Een hele kleine kamer. Almere is één groot kunstwerk. Ja. Dit is een rotonde. Zie je dat godverdomme iemand gewoon voorrang neemt? Ja. Ja. Vuile hufter. Ja. Nou, ik kan met deze auto zullen ze dat niet doen, want dan weet ik wel wie er een deuk heeft. Vuile klote Almeerders, hè? Oh. Zo. Die rem mee. Dan moet je werkelijk een olifantenpoot opzetten. Het van Rossum. Ja, daarom. Ja, zeg, sorry, maar ik zit midden in een opname, dus het... En in wat voor opname? Nee, dan moet je er even niet bij vertellen. Je zit wel in de opname. Ja, dank je wel. Sorry. Dat we in een leopardtank door de polen scheuren. De Van Rossums beoordelen het meest recente bouwproject van Almere dat tot stand komt voor onze allerlaatste trends. Jongens, we zijn hier in een heel nieuw wijkje van Almere. Dat heet Oosterwold. En dat is, zoals je ziet, ook eigenlijk is alles wat je ziet gloednieuw. Er is geen huis bij wat ouder is dan een jaar.
En het oorspronkelijke idee was in deze wijk dat het ook zelfvoorzienend zou worden. Dat het dus ecologisch, hè, dat je een energierekening van nul hebt. Weet je wel? Nul op de meter heet dat in het jargon. Dus je hebt voor de elektriciteit zonnepanelen. Je hebt geen rioleringaansluiting, maar je hebt een soort poepdoos in de tuin. Je hebt voor de verwarming een warmtepomp. Je pompt zelf grondwater op om dat te drinken. Je trekt de wc door met regenwater. Dat kan allemaal. Nog groter is het ideaal dat je in je eigen tuin je eigen groenten verbouwt. De kopers van je koopt een stukje grond natuurlijk waar je dat huis hebt. Die moesten onder elkaar regelen dat de riolering wordt aangelegd, de elektriciteit wordt aangelegd. Dat bleek natuurlijk in de praktijk allemaal. Die mensen moeten namelijk, dat huis kost geld, dat stukje grond kost geld. Dus ze hebben geen tijd om dat allemaal te doen. Ik begrijp best wel dat we vanwege het klimaat en duizend andere dingen anders met onze omgeving moeten omgaan. Ook met onze woningen, met onze leefwijze. Maar op deze quasi-malotige alternatieve manier gaat het dus nooit lukken. Nee, de overheid moet daar een belangrijke leidende taak in nemen. Ja, want het is ook een rommeltje wat we hier zien. Het is ook, hè, nog niet ontworpen. Weet je, het is gewoon een rommeltje. Ja. Wij zijn hier verschenen met de beste bedoelingen. Ja. Om dit project in allerlei opzichten een groen licht te geven. Ja, het is echt een diepe teleurstelling, mag ik wel zeggen. We zijn bitter teleurgesteld. Ik zag er toch al niet veel in dat eigen initiatief. En het, dat gepruts met een eigen groentetuintje. Kom op, jongens. Als dat nou het alternatief is voor wonen. Het is een vakantiewoning. Oh, en dan nog niet de beste. Nee, wou ik zeggen. Jongens, het zit er weer op, zoals dat heet. In ouderwets Nederlands. We hebben Almere dus in 2 dagen gehad. Er wordt nog steeds druk gebouwd, zoals we ook gezien hebben. Allemaal nieuwe wijkjes. Achter mijn rug zien jullie natuurlijk de ambities die Almere heeft van om een echte stad te worden met hoogbouwsis. Want zonder hoogbouw ben je helemaal niks. Ik vraag me af wat jullie ervan vonden. Nou, ik moet je zeggen, toen ik gisterochtend begon in die idylle, dat ik dacht, nou, dit is ongelooflijk. Als dit Almere is, dan ben ik hier dik gelukkig. En ik had er ook graag de hele dag willen blijven. Maar je ziet ook kanten van Almere die ik helemaal niet zo aantrekkelijk vind. En dan ineens, gek genoeg, dender je weer met beide benen terug op deze aarde. Ja. Dus dat was wel een aardige les voor mij van Almere. Het is niet alleen het paradijs. Het bleek een totaal andere stad te zijn dan ik verwacht had. En dat heeft vooral te maken met de enorme uitgebreidheid van de stad. Het is een stad waar je in feite alleen met een auto kunt wonen. Aan de andere kant moet ik toegeven dat het niet onaardig bedacht is allemaal. De variaties van die verschillende kernen van de stad is zo groot dat er voor iedereen volgens mij wel wat te vinden is. Dus ik eindig voorzichtig positief. Wat ik wel grappig aan vind, is natuurlijk toch de meest moderne stad van Nederland. In die zin vind ik het dus wel interessant wat je dan krijgt. Waarin met name de automobiel natuurlijk toch een hele belangrijke rol speelt, ondanks de busbanen, om ergens te komen. Ik zou zeggen, als je iets van moderne stedenbouw wil begrijpen, dan moet je ook een keer in Almere gaan kijken, want anders heb je het nooit gezien. Het is een leuk experiment. Maar ik ben wel blij dat ik in Utrecht woon. Ik woon in Den Horen. Veel beter. De volgende aflevering van Hier zijn de Van Rossums komt uit Zwolle. Bij de Van Rossums de Sint-Michaelskerk bezoeken. Daarbij kom ik op het grote probleem van dit timpaan. Namelijk, wie zijn het? Er zijn de gekste verhalen dat het Abraham zou zijn. Ik heb nog nooit Abraham een spreekgebaar zien maken. Luister even of zo. De Bijbel, hij vertelt de Bijbel, hij spreekt. Hij vertelt de Bijbel die er nog niet is. Hij spreekt tot de gelovigen. Oh. NTR, speciaal voor iedereen.